Ja, dat was wel gek eigenlijk. Vorig najaar, toen hoorde ik natuurlijk van de Koning van Amsterdam, grote musical die dit najaar in première gaat, waar hij de muziek heeft geschreven. En ik zat zo met de redactie te overleggen en ik dacht, oké, laten we nou eindelijk een keer Henny Vrienten doen. Nou goed, en op de dag dat ik hem wilde contacten, in dit geval zelf, ging het bericht naar buiten dat hij ongeneeslijk ziek was. En toen durfde ik het niet eerst. En toen heb ik het toch wel gedaan. 3 dagen later hem een lange app gestuurd. En van mijn eerlijke intentie verteld. Van dat het niet met zijn ziekte samenhing, maar gewoon met dat we dat wilden doen. En toen schreef hij, ja, ik zou het elk ander seizoen wel hebben gedaan. Want eigenlijk is mij ook niet vreemd, zei hij toen. Maar nee, toch niet. Want ik heb er geen behoefte aan. En dat is wel opmerkelijk. Zeker in deze tijd waarin in de media vaak mensen zo opgefokt zijn. En de schijnwerpers zoeken. Hij zei, ik heb geen behoefte om mijn downfall te delen met het publiek. En ik weet dat het daar dan ook over zal gaan. Mijn liedjes spreken voor zichzelf, daar ben ik heel gelukkig over. En weet je, Cornald schreef zoiets van old soldiers never die, they just fade away. En laat het dat dan zijn. En weet dat ik verder heel gelukkig ben dat ik alles heb kunnen vertellen in mijn muziek. Wat ik overigens ook weer een hele mooie reactie vind. En ook wel heel mooi vind dat iemand, want ik heb het ook anders met Jan Rot, die ik bijvoorbeeld ook gevolgd heb, die juist van die laatste fase gebruik heeft gemaakt om ook de erkenning die hij toen kreeg, daarvan te genieten. Hij deed het anders en dat zie je het hem ook. Ja.